Ga jij binnenkort trouwen en ben jij bang voor vlekken in je trouwjurk? Ik ben Emma van Embrace en in dit filmpje wil ik jullie de meest voorkomende vlekken en de beste remedies vertellen. Ik merk dat bruidjes bang zijn dat ze vlekken in hun trouwjurk krijgen op de dag zelf. Bang dat er een vette champignon opvalt of een glas rode wijn of dat je over de straat loopt en dat er allemaal viesigheid in komt. Mijn eerste tip is daarover, maak je niet druk, ja hij wordt vies. Dat is nu eenmaal zo en als je dat niet accepteert, dan heb je denk ik veel minder leuke dag dan wanneer je gewoon accepteert dat hij vies kan worden. Hij kan altijd naar de stomerij daarna, dus hij wordt ook altijd wel weer helemaal mooi. Dus maak je daar niet al te druk om en geniet van je dag. Wat veel mensen zich in vergissen is denken dat een vlek makkelijk met water op te lossen is. Doe dat niet. Er is bijna geen één stof van je trouwjurk die tegen water kan. Satijn geeft vreselijke klingen, zijde wordt het alleen maar erg van, dan kan het zelfs stuk gaan. Dus blijf zo ver mogelijk met water uit de buurt van je trouwjurk. Water zal ook erger vlekken dan bijvoorbeeld een glaasje Prosecco. Prosecco vlekt namelijk niet op de meeste stoffen. Let daar gewoon op. Laat niet oma of tante fijn met een poetsdoekje met water in de buurt komen van je jurk. Stuur ze aan de kant, doe dat absoluut niet. Als je een vetvlek in je jurk krijgt, of dat nou lippenstift of zo'n vieze champignon is, dan krijg je die het beste eruit met wasbenzine. Wasbenzine op een schone katoenen doek, of op een tissue, of een wc-papiertje, of op een wattenschijfje. En daarmee dep je de vlek als het ware uit de stof. Heb je er niet bij de hand, gewoon genieten van je dag en gewoon lekker laten zitten die vlek. Zand en viezigheid. Ja, dat is vaak alleen maar stof. Als het droog is, dat zou je eraf kunnen vegen met een schone droge theedoek. Een schone droge lichte theedoek. Kan je vaak stof gewoon van je jurk afvegen. Dus daar is dan ook niets van aan de hand. Is het modder en is het viezigheid, dan moet je het ook gewoon laten zitten. Als het dan wat opgedroogd is, kan je de meeste zand er dan weer afboetsen. Ook met zo'n schone droge theedoek. En anders moet je het gewoon laten zitten. Rode wijn zijn vreselijke vlekken. Als dat gebeurt, ruk meteen iemand anders een witte wijnglas uit de handen en gooi dat eroverheen. Dan voorkom je de grootste schade. Helemaal spik en span die avond wordt hij dan niet meer. Maar dan heb je in ieder geval het grootste probleem opgelost. En is de kans die daarna bij het stomen mooi wordt nog het allergrootst. Heb je nog vragen? Of heb je zoiets van, nou, wat moet ik doen met zo'n soort vlek? Laat het even weten, reageer eronder en vraag het ons gewoon. Vond je dit nuttig? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief via www.embracemode.nl.